Welkom bij Tweede Uur Kop de Veur. We weten dus, aanstaande woensdag gaan wij naar Oldenjeuje, naar Oldenmarkt. We zijn druk bezig met het dorpsbelang om het allemaal te gaan organiseren, het plaatselijk belang. En daar hebben we natuurlijk onze speciale reporter William ter Kate voor geport. En ik heb nu begrepen, ondanks dat we dat niet voorbereid hebben, dat William op pad is. William! Ja, je zult u wel afvragen, waar zit ik op? Ja, je zult wel denken, waar zit hij nou weer? Maar ik zit in de auto, want ik zat me van de week was ik op de zolder bezig om allerlei spullen op te ruimen. En toen dacht ik, sorry, splitste me dit hoofd en www.nl. Ik denk, waar ken ik dat toch ook van? Dat heeft iets te maken met al de films hem, of je hem naar dia's linken. Dat je dan dat over kunt laten zetten op een sticky. Dat je dat later nog eens terug kunt zien als je in het bejaardhuis bent. Nou, dan ben ik eens op zoek gegaan op onderzoek. Want dat www.nl, dat bestaat helemaal niet. En dan ben ik er via achtergekomen dat ergens hier in de buurt er meteen. En dan zet ik een cameraatje de andere kant op, zo. Ja. Ik ben nu net Alberto Stegenbouw op onderzoek. Ja, uit. Undercover op het ogenblik. En dan kijk ik hier de andere kant op, ik in de auto op slot doen, dat duurt zo ergens binnen. Hè. Kijk, en dan loop ik hier zo maar eens even langs. Ik had wel even, ik heb sticky ook wat langer uit te trekken, want ik had een anderhalve meter afstand van mezelf. Dus dat scheelt ook een gaf hier. Het is hier. Kijk, moet hier geloof ik winnen, ja. Kijk, want ik heb toestemming gekregen om via de zitkaart er binnen te komen. En als het goed is de deur misschien wel al luisteren dat hij op ons zit te wachten. Dat weten we niet. Kijk, ingang, ja. En de deur is dit inderdaad op 14, zo. En wie hebben we hier? Ik zeg, een hele goede morgen. Ja. Hoe is het met Dennis? Hoi. Ik kom er in met me, hoe je dat goed vindt. Mooi man. Ja. Ja, okay. Ja, ik zit, maar dan moet je niet te veel doen, want dan kun je ego natuurlijk, hè. Ja. Maar ga er maar eens in zitten, Bertus, maar we hebben er eens in praten met doen. Ja. Als je weet, stoelt hij nou even uitklappen van mij. Ja, zo. Kijk wat ik was dan van de week. Je moet zitten, of ja. En ga niet met een anderhalve meter afstand mogen. Ja, dat moet, hè. En gelukkig dat je in een nieuw onderkomen zit niet. Maar vertel eens even, Bertus. Hier hebben we een oplossing voor al die mensen die een oude film op zolder hebben liggen, of ergens anders, of dia's. Wat kunnen die bij jou doen? Ja, die kunnen dat bij mij allemaal overzetten, hè? Naar een USB-stickie of naar een DVD toe. En dan, dan komt er al de materiaal, dan kunnen ze dat weer bekijken. Ja, en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Is dat een hele klus? Dus dan heb je een verzameling van al de apparatuur, zie ik hierboven. Ja, ik heb daar smalfilms in staan. Ja. Aan een projector. Ja. Met een zonder geluid. Ja. En dan, En koffertjes en zo. Koffertjes en beamertjes en dergelijke. Ja. En dan het mooiste spul, dat staat daar. Hè? Ja, dan hang je hem hier zo lang voor de kennis, ja. Natuurlijk. Oké. Okay. Hier, dat begon weer onderaan, dat is een U-matic. Ja. Dan gaan we naar boven, dat is een Video 2000. Ja. En daar boven is nog een Betamax. Ja. Ja, en dan gaan we verder naar. Kijk hier. Kijk, je zat helemaal in het laag, helemaal al de camera's. Alle camera's van DV, ja. Naar Hi8 en Video 8. En dan gaan we zo naar boven helemaal. En dan hebben we daar nog gewoon de. En dan gaan we hier een rockmelder. Ook nog. Maar als de boel in de brand gaat, dan moet je natuurlijk niet hebben. Ja, nee, dat moet niet, hè. Nou, maar goed, ben eens gaan zitten, joh. En dan hebben we hier nog voor het digitaal, hè. Oké, dat is digitaal. Ja, voor de smalfilm. Ja. Dan gaat het wordt per beeldje ingescand en dat. Dat kun je een mooier beeld als met die. We gaan er weer mee zitten. Ja, Bertus, vertel eens, hoe lang ben je al bezig in dit videovak? Ah, dat is al een hele tijd geleden. Mijn zoon die was 35 jaar geworden en toen heb ik mijn eerste camera gekocht. Ja. Met een camera op een schouder en een grote recorder ernaast. Dat ken je zelf wel. Ja. Ja, zo ben je ook begonnen. En, Want ik kan me nog herinneren dat die bij de groenteafdeling zijn van de boer Supermarkt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Dus die weet nog alles. Ja, dat was een pikpak was dat, hè? Oh, ja, dat was dat een pikpak. Ja. Ja. Dat was een beetje anders, maar goed. Ja. En hoe lang denk je ermee door te gaan, Bertus? Ja, zolang ik kan lopen met mijn verstand nog een beetje gezond is, dan. Ja, ik vind dat een hartstikke mooi werk. Ook met de camera op pad. Ik heb hier een paar beelden staan van afgelopen jaren. Van ja. Kist en het wielerspectakel. Maar ja, dat gaat helaas van het jaar niet door. Dus, nee. Maar je hebt wel ontzettend slimme dingen. Je hebt namelijk een reclameslogan, www.nl. Ja, dat is weer denk ik 2 jaar terug, hè, met het cabaret. Ja. Toen hebben ze mij en Abbie te scheren, hebben ze moeten we wat zogenaamd wat doen. Ja, en toen moesten wij dat ook in promoten. En toen had een beetje meer zijn zenuwachtigheid, of weet ik veel wat. Toen vergat ik dus Video de Boer, hè, maar ja. Het moet dus wezen van www.videodeboer.nl en daar kun je dus ook alles op zien van contacten en een e-mail sturen van waar je in contact komt met mij. Dan zo kun je dus ook de baantjes bij mij brengen. Nou Ben, dus ik zou niet weten hoe we het niet beter aan kunnen afsluiten. Bedankt voor je gastvrijheid en ik zou zeggen heel veel succes en ga door met de goede zaken. Dat doen we, ja. En succes met de kapte. Oké, jongens. Tot ziens. Mooi, Henry Bettens. William, dankjewel. William is zich aan het voorbereiden voor de Tour on Olde Jeunje, on Olde Markt. Waar die precies heen gaat, met wie, dat wordt nog één grote verrassing. Ja. Maar Bettens, dankjewel. En Henry, na Bettens, want dat was een mooi vlot gesprek, gaan we lekker muziek draaien. Ja, we hebben weer een nummertje van Buisman en zo, want ja, dat hoort ook een klein beetje in onze uitzending. Natuurlijk zijn heel veel liefhebbers voor in Steenwijkerland. En we hebben nu een clipje van Buisman en zo, en dat gaat over de Kampen.